kijken en in deze video ga ik mijn eerste back to school video doen. En over school gesproken, school komt weer langzaam terug en dat betekent dat ik dus ook weer naar school moet. En het kost voor mij nu al in de vakantie, kost het al heel veel tijd om een video te maken 1 keer per week of 2 keer per week. Het gaat nog wel, want ik heb toch eigenlijk bijna niks te doen. Dus ik zit vrij vaak op mijn computer, waardoor ik vrij snel weer een video in elkaar heb. En ja, daarom is het ook... Daarom kan ik het ook zo goed aanhouden 1 keer per week. Maar ik weet niet hoe dat gaat met school straks. Met mijn huiswerk. Want ik ga naar 4 HAVO. En ja, of ik dan nog wel tijd heb om die dingen allemaal te doen. Vooral, want het is vooral mijn laatste jaar. En dat betekent dat ik ook al dingen voor mijn eindexamen heb. En daarom weet ik niet of ik het ga redden 1 keer per week. Als dat niet zo is, dan... Sorry daarvoor, ik ga het natuurlijk wel proberen. Ik ga proberen in de weekenden zoveel mogelijk te kunnen doen als ik niks te doen heb. En als ik naar school bijvoorbeeld geen huiswerk heb of zo, kan ik het ook proberen. Maar als het niet gaat lukken, dan zeker niet denken van, oh, die gaat geen video meer posten. Dus ik ontabonneer maar, of hoe noem je dat? Maar ik ga zeker wel proberen video's te posten. Misschien lukt het niet meer 1 keer per week, maar dan wordt het 1 keer per 2 weken of zo. Want meer dan 2 weken laat ik jullie niet wachten, jongens. Dus ik heb voor jullie mijn morning routine voor de first day of school. En de eerste schooldag is nog niet geweest. Maar bij mij gaat die ieder jaar eigenlijk ongeveer met hetzelfde. En eigenlijk na iedere vakantie wel. Want om de een of andere reden heb ik na een vakantie het gevoel dat ik mezelf weer over moet voorstellen. En dat ze me weer over... Dat ik een nieuwe start moet maken of zo, weet ik veel. Dan ga ik gewoon heel graag wat meer opgetut en wat leuker aangekleed dan... normaal naar school. Dus ik dacht, het is misschien wel leuk voor jullie om hier een video over te maken. Dat wil ik nog zeggen en let's just get started. Nadat ik door mijn wekker uit bed gesleurd ben, ga ik naar beneden voor ontbijt. En meestal heb ik 's morgens geen zin om boterhammen te smeren, dus pak ik een bak met yoghurt. Maar vandaag ging ik voor fruit, dus ik heb gewoon van allerlei fruit gepakt dat we in huis hadden, het gewassen en samen in een bakje gegooid. En dat is mijn ontbijt. En meestal zit ik dan wat op mijn telefoon en eet ik mijn ontbijt op en dat soort dingen. Als ik het op heb, zet ik mijn bakje in de vaatwasser en ga ik naar boven om me klaar te maken. De vaatwasser werkte niet mee. En daarna poets ik natuurlijk mijn tanden, want dat doe je in de morgen. Dat is fris en dat is goed voor je tanden, dus ik poets mijn tanden. Daarna gebruik ik deze 2-in-1 melk en tonic crème van Nivea. Het reinigt je gezicht en het haalt de make-up ervan af en zorgt ook dat je gezicht gewoon schoon en fris wordt. En gehydrateerd blijft, dus dat het niet droog wordt. En ik kan iets op mijn wenkbrauw zitten, zie ik nu, maar ik weet niet. Dat heb ik niet gemerkt tijdens het filmen, dus sorry. En daarna haal ik overige make-up resten die erop zijn blijven zitten voor mijn gezicht met make-up remover. Want meestal als ik mijn make-up eraf haal 's avonds, gaat het nooit helemaal weg. En ik weet niet waarom, maar ja. En dan de make-up. Ik gebruik geen foundation zoals jullie waarschijnlijk al weten, maar ik gebruik de laatste tijd wel deze concealer. En ik breng dit gewoon aan op de onzuivere plekken op mijn gezicht en wrijf het uit. Daarna breng ik een gewone huidskleurige poeder aan en dit zorgt ervoor dat mijn gezicht niet glimt. Ik gebruik meestal geen oogschaduw als ik naar school ga, omdat ik gewoon niet zo'n koningin ben met de oogschaduw. Dus ik zet gewoon een eyelinerstreepje. En natuurlijk, dat mochten we niet vergeten, de wenkbrauwen. Ik was het wel vergeten, maar normaal doe ik dat voor de eyeliner, maar ik, sorry. En daarna zet ik met oogpotlood op mijn waterlijn een zwart streepje. En dit doe ik ook omdat ik geen oogschaduw gebruik, omdat het dan toch uitziet alsof je heel veel moeite gedaan hebt aan je ogen, terwijl je eigenlijk bijna niks gedaan hebt. En dan natuurlijk mascara. Daarna breng ik een hele lichte roze rouge aan en niet op mijn gezicht letten, jongens. Dit vind ik een fijne manier om rouge op te brengen en niet op letten. Maar dit geeft een girly twist aan de look. En dan omdat ik al roze rouge heb, breng ik een gewone bruine, lichtbruine lippenstift aan. En dit is heel neutraal, maar maakt de look toch af. En dat was de make-up. En dan nu de haren. En zoals jullie waarschijnlijk al zien, ga ik ze krullen.
Ik krul mijn haren echt niet iedere schoolmorgen. Eigenlijk doe ik het nooit. Maar voor de eerste schooldag vind ik het wel leuk. En dit is echt een heel handige manier wat ik hier doe. Want ik krul niet al mijn haren. Ik krul sommige plukjes. En soms alleen de onderkant van mijn haren. En dit geeft het effect dat je uren tijd hebt besteed om je haren te krullen. Terwijl je er echt net een kwartiertje over gedaan hebt. Of nog minder als je goed bent met de krultang. En ja, het lijkt net of je je haren gewoon helemaal gekruld hebt. Terwijl je dat eigenlijk niet gedaan hebt. En ik vind het super leuk uitzien. En dan kleed ik me om naar de outfit die ik aan heb, zien jullie zo meteen. En spuit ik mijn parfum op. En de parfum die ik gebruik heb ik gekregen met kerstmis. Maar hij heet Danny Supreme Passion. Ik weet niet waar die vandaan is, maar ik heb hem gekregen met kerst. Maar hij ruikt in ieder geval super lekker zoet. En ja, die gebruik ik dus. En dan maak ik mijn eten klaar voor school. Hier heb ik trouwens een broek aan, jongens. En in de outfit die ik jullie dadelijk laat zien, heb ik een broekje aan. Ik weet niet waarom ik bij het filmen van dit een broek aan had. Dus sorry daarvoor. Maar meestal smeer ik voor school gewoon een boterham met speculoos of pindakaas of kaas. Of weet ik veel wat. Ik doe er gewoon een beetje beleg op. Omdat, ja, na school kun je niet echt veel speciaals meenemen. Maar ja, ik smeer gewoon een boterham. Daarna vul ik mijn flesje met water, doe ik mijn boterham in de broodtrommel. En pak ik nog een tussendoortje, wat fruit of een koekje of allebei. En dan zijn we klaar voor school. Dan nu wat ik waarschijnlijk ga dragen op mijn eerste schooldag. Het truitje dat ik aan heb is van Hollister. En het is een half crop top, truiachtig iets. En ik vind het super schattig en heel geschikt voor school. En het rokje dat ik aan heb is een lichtroze rokje van Forever 21. En het heeft een heel klein beetje kant erop. En daaronder natuurlijk mijn All-Stars. Want dit is gewoon een perfect outfit voor mijn All-Stars. En dit was dan alweer de video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet niet deze video een duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!